Goedemiddag. Hij is zoals altijd vol humor, vol energie en dus ik merk geen verschil en op een gegeven moment hoop ik dat hij wel een beetje verschil gaat merken, want ik word ook ouder, dus dan moet ik twee benen. Dus ik merk niet zoveel van 57 en het gaat wel heel goed. Van de midlife crisis? Nee. Wat we alle meisjes bijbrengen, ik denk, en ook hun vriendinnen, is gewoon denk gewoon na voor je iets plaatst. Dat is denk ik het allerbelangrijkste advies wat je kan geven. Want als je niet meteen iets plaatst, maar even nadenkt, dan kan je ook het volgen over denken. En ja, je weet als een foto eenmaal op een van de social media staat, komt hij er nooit meer af. Dus dan moet je even afvragen, wil je dat? En wat voor een effect kan het hebben? En ik denk dat dat eigenlijk de reden is dat we gewoon op deze manier toch goed afschermen hebben. Fuck, schuin. Heel even ruimte hier, jongens. Ja. Oh. Prachtig. Verjaardag gehad, Koningsdag in Tilburg was één groot warm bad. En daarna het hele bijzondere diner met 150 medejarigen op het Paleis op de Dam. Heel bijzonder geweest en ik denk echt dat ik met heel veel trots en voldoening terug kan kijken op een hele mooie 50ste verjaardag. En u? Ja, nou het was geweldig en ook om aan toe te voegen, ook de tentoonstelling in Paleis Amsterdam, die was heel succesvol. En we hebben zulke leuke reacties gehad. En, dus het is een verjaardag die is niet alleen maar door ons gevierd, maar door iedereen. En dat vind ik, vonden wij heel fijn. Nou, ik denk dat ik een heel goed gesprek heb gehad met Wilfried de Jong. Ik had een goed gevoel daarna en het is in één keer opgenomen. We hadden veel te veel materiaal en ik ben heel blij dat het ook dat het zo positief ontvangen is, dit gesprek. Als je het zelf een goed gevoel hebt en het wordt niet positief ontvangen, dan moet je af gaan vragen wat er fout gegaan is. Dus ik kon mezelf zijn en ik ben heel blij dat het op deze manier goed geland is. Zullen we één keer deze gaan nog? Ja. En eerst lief, in het midden lief. Ja, jongens, dan gaan we even draaien. Ja, ja. Okay. Alexa hoort de laatste 2 jaar alleen maar verhalen over de zorgvliet en docent dit, docent dat. Dus die zegt, natuurlijk is het veel beter voorbereid dan toen Amalia natuurlijk aan haar middelbare schooltijd begon. Ze sluit deze fase echt heel blij. We zijn heel trots op haar percevers. Leuke vriendinnen, leuke groep. Heel vrolijk. Maar ze is wel aan het doen. Kijkt er erg naar uit. Absoluut. En Amalia en Ariane, hoe hebben zij het gedaan op school? Heel goed. We zijn trotse ouders die 3 meisjes hebben die goed over zijn naar de volgende klas. En die goed in het vel zitten en goed doen op school. En daarnaast ook nog gewoon hele gezellige, leuke dochters zijn. Ja, mooi. Even deze kaart, deze kant alsjeblieft. Iets meer naar links alsjeblieft. Ik denk dat het niet anders is dan een goed huwelijk op zich. Dat heeft niets met koninklijk te maken. Ik denk dat een goed huwelijk, wat ik echt heb met mijn vrouw, baseert dus op humor, op gezelligheid, tijd voor elkaar maken en er voor elkaar zijn. Af en toe eens ook accepteren als iemand wat over te zeggen heeft en dan proberen. Dan kun je eventjes gewoon even opnieuw doen en dan gaan we weer door. Het is niet altijd mooi weer, het regent ook wel eens. En denkt u daar ook zo over of niet? Ja, maar ook, we delen ook heel dezelfde passies en zeker onze passie voor ons werk. En dat doen we met heel veel verven en heel echt samen als een team natuurlijk. En dat is heel fijn. Ja, het is fantastisch dat we ook het werk samen kunnen doen. En heel veel mensen zouden moeten denken dat ze ook overdag samen moeten werken, maar wat dat betreft is het is geen duurbaan, maar het is wel een teamwerk. Staan, even sorry. Ja, staan achter je. We zijn langs de lijn. Links alsjeblieft. Links alsjeblieft. Ja, het is als je alle wat-als-vragen moet gaan beantwoorden, dan is dat een heleboel energie die je verspilt aan dingen waar je toch niks aan kan doen. We hebben een prachtig leven, we hebben heel mooi werk. En er zit af en toe wat aan met beveiliging en dat je herkend wordt.
Maar in dit prachtige land waar wij voor mogen werken, is het ook een feest om dit te mogen doen. Maar we zijn heel blij samen. En de Waddals is, is niet de positieve energie die ik aan mijn leven wil geven, denk ik. En we zijn samen in een ongelooflijk mooi werk. Drie fantastisch mooie dochters. Ja, we zijn gezond. We zijn blij. Wat ze meer willen van het leven. Mag ik deze kant? Kom maar, ja, denk aan je aardig. Ja, beter. Beter hoor. Ah. Even midden alsjeblieft. Ja, even hoogheid. Nou, dan wens ik u allen nog een mooie, warme vrijdagmiddag hier toe. Fijne vakantie. En hopelijk tot na de vakantie. Dank u wel, tot ziens. Dank u wel. Fijne vakantie. Ja, dat is goed.